Until I cried for you. Mijn naam is Roel Spanjers, toetsenist, organist, pianist van de Sunset Travelers, maar ook als freelance muziek overal inzetbaar. Maar vanavond zijn we hier met de Sunset Travelers en dat is een rhythm and blues band. En dat zit ergens tussen blue-eyed soul, oude rhythm and blues, ook wel echt down-home blues. Inderdaad, spectrum eigenlijk van de muziek, rootsmuziek kun je zeggen. Voor mij een enorme inspiratiebron, maar niet een heel bekend iemand, is Eddie Hinton. Dat is een blue-eyed soul zanger en gitarist. Die was actief in de soul studios in Muscle Shoals, Alabama. En hij zit veel achter de schermen, dus hij was bij Aretha Franklin, bij Wilson Pickett, gitarist van dienst. Zelf ook een paar hele mooie platen gemaakt, maar een beetje een tragisch unsung hero figuur. Daar spelen we een aantal nummers van. Verder ben ik een enorme fan van Ray Charles. Mijn vader is een enorme fan van blues en oude jazz. En ik hoorde daar altijd een soort andere wereld waar ik naar wilde reiken. Kijk, ik hoorde ook de Beatles en vind ik nog steeds geweldig. Alleen daar kan ik ergens van volgen hoe het gegaan is. Weet je, dan kan je denken, oh ja, als je jongens hebt die dat en dat meegemaakt en die zo muzikaal zijn en in een traditie. Alleen de blues was voor mij echt een andere wereld. Sowieso zwarte muziek heeft een soort ironie. De ene keer is het heel ernstig en op een moment lig je op je knieën voor een vrouw. Het volgende moment denk je, oh, ik ben eigenlijk alweer met een hele andere vrouw bezig. Of, ja, bij wijze van spreken, het is een soort ironie en niet dat loodzware, ook weer letterlijke. Maar het is de poetry of the blues, denk ik, waar ik van hou. En ik hou heel erg van country blues, jaren 20, 30. En dat is toch ontzettend soulvolle muziek. Ik hou heel erg van teksten, ook bij Van Morrison, maar ook zit ook wel in sommige soul teksten, hoewel die wat vaak wat meer recht op en neer zetten, zou ik maar zeggen. Dat je eigenlijk aanvoelt als luisteraar waar het over gaat, zonder dat al te letterlijk één op één te lezen valt. Dus dat je denkt, oh ja, ik weet eigenlijk precies waar hij het over heeft, hij of zij. Ik heb het zelf meegemaakt, maar ik zou niet weten wat het precies is wat hij meegemaakt heeft. Dat vind ik altijd mooi. Dat zijn sfeerimpressies in het ene couplet. Hoeft helemaal geen verband te houden wat mij betreft met het andere couplet, alleen misschien in sfeer. Ik sprak ooit ook een voorbeeld trouwens, een songwriter Dan Penn, die heeft heel veel Southern Soul hits geschreven. En die zei, ja, er komen heel veel songwriters naar mij toe en die steeds hun hart weer uitstorten. En zei, but it's the same song over and over again. Je kunt ook over een krantenbericht iets schrijven. Ik hou dat heel dicht bij huis eigenlijk. Waar ik echt voor wil waken is dat het altijd letterlijk wordt. Dat vind ik een doodsteek aan kunst. Letterlijkheid. Mijn core business is dat ik eigenlijk sideman ben heel vaak. En overal gevraagd wordt om bij mensen op hun plaat te spelen of live om toertjes mee te doen. En ik merk als je zelf frontman bent, dan heb je het de ene avond helemaal. Dus laten we hopen dat het vanavond het geval is. En soms weet je bijna niet wat je moet zeggen tussen de nummers door. Want ik wil ook niet dat het een soort LOE-cursus Rhythm and Blues wordt. Waar je gaat vertellen, nou, dit heeft die toen opgenomen. Mm-hmm. Met die op sax. Dat is wel leuk voor de insiders, maar misschien niet voor het gemiddelde publiek. Maar ik voel me wel een zendeling om die muziek te blijven verbreiden. Uit te dragen, ja. Soms zijn alle omstandigheden te gek, weet je, dan zit je in een theater, geluid top en dan is het toch een ieder voor zich avond. En soms heb je een krakkemikkige toestand en geen kleedkamer en dan gebeuren de meest wonderlijke dingen. Je kunt alleen maar hopen op genade dat gebeurt. Dus ik denk ik vind deze omstandigheden wel geweldig. Ik hou van clubs, mensen zitten er dicht op. Dus daar ontstaat iets moois uit, hoop ik, met het publiek.
Amen.